Dit is wel een goede voet samen. Als je net als ik echt een knoflookliefhebber bent. Dat is zo typisch. Stuur me nog steeds berichten dat ze het ook elke zondag lekker doen en zo. Voor die pigmentvlekken. Met dit ijs? Heel lekker. Goedemorgen, ik heb mijn steunkous uitgehad in de nacht en nu ook. Dat gaat op zich wel. En ik ga even een sapje maken met wat ik vroeger altijd maakte, of nou ja, een paar maanden geleden. Gember, verse appel en dit sap. Zo lekker. Ook even een banana erbij. En ik doe een beetje oat erin. Weer even proeven. Heel lekker vind ik hem. En dan heel belangrijk om te kauwen als je ook slokjes neemt, was ik even vergeten. Dat wil ik echt nu gaan proberen. Dus ook op je sapje kauwen. Grappige combi. Meestal vind ik gember banaan niet zo heel lekker. Dit is wel een goede voedzame. Maar dan ga ik ook niet meteen hierna ontbijten. Dit is wel echt een voedzaam start van de dag. Lekker. Voor jou maak ik ook een beetje, Bully. Nee, niet in de blender. Kijk. Dat is lekker voor jou. Niet dat je alles opdrinkt, maar... Kijk, schatje. Oh, lekker. Neem maar. Lekker. Lekker. Dit is ook nog voor jou, schatje. Ja. Ik ben dus hier een boodschappentas aan het vullen met dingen voor haar, want ik was een beetje dom. Ik had allemaal boodschappen besteld, zodat ik deze week goed zou gaan eten, lekker zou gaan koken. En toen zag ik dus dat ik ook HelloFresh heb besteld. Dus gelukkig kan haar allemaal eten mee naar huis nemen. En nu heb ik koffie. En ik ga van boven aan de slag met wat dingen die ik moet doen. De status. Ik vind dus nog allemaal best wel geweldige spullen. Echt... Heel leuk, want ik zei toch dat ik geen spullen meer had om weg te geven. We hebben bestellingen, de Mic, de Comois Surprise boxen. Maar ik heb dus nog allemaal hele mooie producten gevonden. Dit zijn wel duurdere producten, dus dat doe ik natuurlijk ook wel bij de wat duurdere bestellingen. Maar super leuke items. Allemaal EOS lippenbalsems. Nagels. Nou, dit zijn niet echt boeiende dingen. OPI-lakjes. Ja, ik probeer echt die mooie dingen weg te geven. Dat ik weet hoe blij ik jullie daarmee maak. Nog meer EOS. Wimpers. Dit soort dingen. Nou, echt wel genoeg voorlopig. Om mensen weer blij mee te maken, toch? Echt leuk. Victoria's Secret glasses. Nice. Very nice. Nog meer nagellak. Make-upjes. Nou, nog lang niet klaar zoals je kan zien. Maar wel lekker bezig. Met mijn steunkous. Hij zit even lekker in het zonnetje. Het is echt 4:30 of zo, maar het is nog... Het is wel koud vandaag. Volgens mij is het nu echt 3 graden, maar super lekker. Ik kan alleen niet zo lang wandelen. Dus ik heb veel minder last van mijn been. En wandelen lukt niet, dus dat is, weet niet. Dat was weer even een update. En 2 weken geleden was het Valentijnsdag en toen waren haar en ik hier gewoon. Nou, iets verderop stonden we gewoon op het ijs. En nu zitten we zo, dat is toch best wel bizar. Haast even doorhalen en meteen komt een bij mij chillen, want ik ben een dierenvriend. Hi! Ik wil je meteen aaien, maar dat is raar bij een eend. Ik heb niks lekkers voor je, liefie. Maar ik vind je wel schattig. Kom je even chillen? No. Vroeger waren eenden mijn lievelingsdieren. Bloedje. Yummy. Als je het lang niet hebt gedronken, is het vet lekker. Oh, lief. Nou, Wolly. Lekkere koken. Dit zijn portobello, voor wie het vraagt. Portobello. Ja, mooi, Wolly. Geen kookdingen meer in mijn vlogs, bedenk ik me nu. Dat is jammer. Ja, laatst dus die feta pasta. Bedenk me nu dat er reacties kwamen dat jullie dat leuk vinden. Dat ik dat helemaal niet meer veel doe. Ik weet niet waarom. Ik weet het wel, omdat ik heel weinig kook weer. Dan moet ik weer meer gaan doen. Trouwens, ieder recept zegt altijd dat je knoflook als eerste moet bakken. Maar ik vind dat zo zonde. Als je net als ik echt een knoflookliefhebber bent, bak de knoflook dan wat later. Dan is hij veel lekkerder. Ik voeg hem echt zo laat mogelijk toe, dat hij net even verhit is. Voor de allerergste stam, het liefst eet ik hem rauw. Want het krijgt zo'n gebakken
sterke smaak, de knoflook. Echt niet lekker. Dus als ze zeggen dat ik knoflook meteen moet toevoegen, dan doe ik dat niet. En trouwens weer helemaal rood door de zon. Echt niet goed. Hé, mijn ISO staat raar. Oh. En ik heb dus heel erg, nu zie je het weer niet, nou net, ik heb hier een hele bruine vlek, de pigment. Ik heb een hele erg pigmentvlek ineens. Vorig jaar zomer had ik het voor het eerst een beetje gekregen op mijn neus, vond ik wel schattig. En hier. En nu begint het heel erg te worden, dus ik heb net van The Ordinary voor 59 zo'n pigmentserum besteld. Dat is echt niet goed en ik moet me beter gaan insmeren, ook op dagen als dit. Ja, je ziet het er niet dus, maar ik heb het volgens mij gisteren ook laten zien. Het was echt erg, en ik schrok er echt van. Maar goed, parelcouscous vind ik zo lekker, daar ben ik dus nu aan het koken. En op Clubhouse vroeg iemand toevallig, ik zat op Clubhouse in een gesprek met Lotte ook, wat parelcouscous was of zo. Toen zei ik, ja, volgens mij is het gewoon pasta. Net als orzo, dat is volgens mij ook gewoon pasta. Anyhow, ik hou heel erg van pasta. Ik krijg mijn portabello bakken. Maldonzout doe ik altijd. Ik ben benieuwd of er nou iemand is die dat kent. Ik zou zomaar het niet raar vinden als letterlijk niemand het kent. We zijn oppassen, want Bolly heeft papier lopen eten en dat zit nu ook hier doorheen, dus... Oké, we doen het toch ook. Lekker baken. Dit is een dressing, ziet er niet lekker uit, maar van verse pesto genovese. En 2 eetlepels balsamico. Het is dan, ik heb niet het recept gevolgd, ik heb zelf wat gedaan. Maar het is dan dus parelcouscous, nou met die dressing wat ik net zei, tomaat, rucola, portobello met knoflook. En ja, een beetje van dat bouillon komt er ook bij, want die couscous wordt niet helemaal droog. En wat zout en peper, een soort van warm, lauwe, gekke salade, maar het is heel lekker. Weinig vlog deze week, maar ik ga nu even 2 oudergesprekken voeren die de vorige keer niet gelukt waren. En dan heb ik nog 2 oudergesprekken die nog gepland moeten worden, wat me nog niet lukt om in te plannen met ouders. Verder ga ik daar nu mee beginnen. Dus... Oké, doei. Lezen gaat echt vooruit wat ik zie in de klas. Je doet heel actief mee, je durft veel. Ja, ja, ja. Het is weer zover. Baked feta pasta. Zoveel zin in alweer. Ik wil het echt elke week een keer eten. En dit keer maak ik het met deze hele luxe, dikke pappardellen. Yum. Deze zijn trouwens super dun. Deze hoeft maar 6 minuten gekookt te worden. Dus dat scheelt ook weer. Hoe geweldig. Het is zo leuk, jongens. Eet je altijd echt alleen maar macaroni of spaghetti of saaie pasta's? Ik ben echt trouwens... Spaghetti is mijn fave. Maar probeer eens een keer zo'n luxe of bijzondere pasta. Want dat is echt wel totaal anders hoor. Ook qua smaak. Het begint er al lekker uitzien. Vandaag vrij weinig tomaat in verhouding. Maar dit wordt sowieso weer echt super lekker. Ik ga er nog even wat basilicum bij doen. Dat is een beetje weinig. Bolly is ook weer helemaal gelukkig met zijn basilicumplant. Lekker van genieten. Volgende keer doe ik wel weer 2 pakken tomaten. Dat vind ik wel lekkerder. Oh jongens, wat een dag was dit. Ik moest heel erg veel doen. Dingen die ik niet nu per se kan zeggen, want dat is te privégevoelig. Maar ik ben helemaal kapot. En ik wilde de hele tijd nog zoveel vertellen in mijn vlog tegen jullie. Maar ik ben er steeds gewoon te druk voor. Niet normaal. En steeds denk ik, pak gewoon even je camera en film het gewoon even. Maar het is echt hectisch. Maar het gaat wel heel goed en het valt... Nou ja, ik zie er wel moe uit, maar het komt een beetje door dit middagje. Maar het valt mee hoe moe ik ook ben. Ik ga nu even met mijn collega een appeltaart tartatin pakketje langsbrengen met een mondkapje op voor de deur aan onze collega die met pensioen is. Van wie we het afscheid nog steeds niet hebben kunnen vieren. Dus we willen even laten merken van oké, we denken nog aan je. Dus dat. En dan nog hauzen. We zijn een uur later dan wat we wilden. We hopen dat ze thuis is, want ze hebben niet gezegd dat ze wel komen. Dat is misschien niet zo slim. We vlogen zo weinig, maar... Ik werk nu 5 dagen en het is naast dat ik gewoon moe ben als ik thuis kom. Valt reuze mee, maar gewoon lekker moe. En trouwens ongesteld, ik moet echt afvallen. Jullie zien het ook aan, ik heb een onderkleding, ik ben echt aangekomen. Ik doe echt mijn best, maar ik ben ongesteld en ik moest even een stukje bonbonblok eten. En corona, dus je doet al niet veel leuke dingen. En ik werk nu 5 dagen, in ieder geval tot het eind van dit jaar. Daarna weet ik het nog niet. Maar daardoor heb ik gewoon eventjes weinig tijd voor leuke vlogbeelden. Dus sorry voor het power zelf ook van, komt wel goed. Ik moet even mijn drive vinden. En nu bijvoorbeeld, mijn arm voelt dan ook zo zwaar, heb ik geen zin. Ik heb zelfs een lijstje gemaakt met dingen die ik nog wilde zeggen in mijn vlog, hè. Ik heb bijvoorbeeld vorige week fietste ik. Toen ik nog mocht fietsen, nee, 2 weken terug inmiddels. Dan zag ik vogels vliegen, zo'n vee. Dan zag ik dat 1 vogeltje afhaakte. Die trok het niet, denk ik, of zo. En toen gingen er 2 naar dat vogeltje toe om hem heen vliegen. Dan maakte zo samen een nieuw veetje. En dat vond ik zo schattig om te zien. Dan denk ik, ik wil het vloggen en dan kom je op je werk en dan ben je druk. En... Ook normaal bel ik hem wel eens om 2 uur, maar nu echt om 5 uur. Hey, nu pas tijd om even te bellen.
Zo, druk, niet normaal. Oké, super sexy. Ik zie dat die berichten, jongens, kunnen een kwartier later beginnen. Ik moet mijn haar wassen, eten en een wasmachine doen. We hebben nu een vergadering voor de bonte commissie. Dus voor de talentenjacht die dit jaar natuurlijk weer anders zal zijn. Dus ik ga nu inloggen. Ik ben alweer 2 minuten te laat. Ik ga even mijn camera aan om te kijken hoe erg de schade was van hoe ik eruit zie. Oh my god. Nou ja, lekker jong. Ik ga echt niet om 9:15 s'avonds op donderdag mijn best doen om er leuk uit te zien. Als ik morgen gewoon weer fresh moet zijn natuurlijk. Oké, jongens, een van de redenen dat ik groep 5 wilde gaan doen is omdat ik dus het heel leuk vind dat je ook nog wat bijleert als juf. Want dit soort dingen gebruik je in het leven eigenlijk nooit meer. En in groep 4 vond ik alles zo makkelijk. En nu moet ik de kinderen dit uitleggen. En dan denk ik zelf ook weer van, oh ja, zo moest het. Sommige kinderen weten nu al hoe je dit soort grote sommen moet uitrekenen. Gewoon na 2 dagen. En het is zo leuk en ik word ook helemaal enthousiast. Omdat ik het weer heel leuk vind om dit allemaal op te halen in mijn hoofd. Dat je denkt, oh ja, zo moest het. Dus dat wou ik even delen. Mijn kinderen zijn heel erg stil nu. Nou, het is 2:15 en ik zit al in de auto. Ik heb vandaag een afspraak in Zoetermeer om 4:00. En ik moet nu heel snel naar huis, Bolly halen, spullen pakken. Ja, dus ik moet nu weg. Maar ik was deze week de hele week tot super laat op mijn werk, dus dat is prima. Zo vroeg weg, joh. Wow. Maar ik had alles klaar, perfect. Mijn hele to-do-list afgewerkt. Het was echt een hele goede week. Echt heel druk. Maar ik hou er wel van ofzo. Het was echt, ik heb echt veel gedaan. Heel fijn. Nu moet ik even echt weer gaan stressen, want ik moet om 3:15 weer in de auto zitten. Dus ik heb 20 minuutjes ongeveer om alles te doen. Ja. Nou, eigenlijk nog eerder, want ik moet voor die afspraak ook nog Bolly bij H zetten. Nou ja, ik moet gewoon mega gaan racen. Niet in de auto moet ik gaan racen, maar thuis. Maar komt goed. Oké, heel veel zin in Starbucks. Ik heb even de cd van mijn vader aan trouwens. En we hebben een kwartiertje speling, dus ik ga het redden en ik ga even Starbucks halen. Echt, ik moet echt even koffie. Zo weer typisch iets voor mij, eigenlijk heel dom, dat ik dus ben gegaan. Want ik moest al buiten wachten met iemand, dus het was al te druk. Maar ik dacht, dat duurt vast niet lang. Toen duurde het iets langer dan ik dacht, dan ben ik nou eenmaal binnen en dan wil ik ook gaan. Toen duurde het daar ook super lang, dus ben ik uiteindelijk 10 minuten hier geweest. Terwijl ik die 10 minuten van mijn leven zo hard nodig had. Dat is zo typisch. Ik kom nog steeds op tijd, maar ja. En dan voor een koffie, maar je wil gewoon na zo'n lange dag, zo'n drukke dag, wil je gewoon eventjes een lekkere koffie. Maar goed, komt goed. Alleen, dat is eigenlijk weer heel stom, dat je dan heel erg loopt te haasten om vervolgens... Nou ja, oké. Maar ik wist al dat ik ook ging haasten, omdat ik ook koffie wilde halen hoor. Dat was al wel ingecalculeerd, maar het duurde langer dan verwacht. Ik ben inmiddels bij H en dit was echt zo'n goede week. Ik heb dus 5 volle dagen gewerkt natuurlijk, maar ik ben in verhouding niet heel moe. En ik vond het lekker dat ik zo druk bezig was vandaag, deze week. Echt elke dag was zo druk en zo vol. Maar ja, ik had wel gewoon een ritme en ik heb eigenlijk iedere nacht zeker 7 uur geslapen. En ik merk dat ik minder kapot ben dan dat ik eerst was. Dus daar ben ik wel blij mee ofzo eigenlijk. Ja, dat is er verder niks bijzonders. Dan zie ik jullie morgen wel weer. Goedemorgen allemaal, wij gaan weer lekker ontbijten. Lekkere breadjes. Juice, avocado, eitjes. Wisten jullie dat een koe 20 minuten per dag slaapt? Dat hebben we net geleerd op een bakfla. Ik wist het niet. Oké, wij gaan even deze set maken die ik een tijdje geleden bij Zeeman had gekocht. Ik ben benieuwd of het leuk wordt. We hebben hier allemaal zakjes. We hebben bedbal mix, baking soda, mica powder. En dan een unicorn vormpje en een zeemerminnenstaart vormpje en aardbeien iets. En een gebruiksaanwijzing. En dit is essential oil. Kijk, de unicorn. En een soort spons. Deze is een beetje mislukt. De mermaid is kapot. Het is weer tijd voor koffiescrub. Ik doe dan dus koffie, honing en olijfolie. En koffie die ik net heb gezet. Dat is nog beter. Ik ga nu namelijk lekker een koffietje drinken. 2 keer van H en van mezelf. En dan gewoon wat olijfolie en wat honing erbij. En het is zo lekker. En iedereen die dit gaat maken, stuurt me nog steeds berichten dat ze het ook elke zondag lekker doen en zo. Dus het is nu zaterdag. Maar ik doe het altijd als ik hier ben. Eigenlijk. Ik vind het echt heerlijk. Echt een tip. Jongens, ik heb dus het spulletje binnen van de Douglas, van The Ordinary, voor die pigmentvlekken. Ik moest het even ophalen ergens.
Ziet er heel erg chic uit. Ik ga het vanaf nu gewoon elke ochtend en avond testen. En dan hoop ik dat het weggaat. En ik ga hem extra goed insmeren met zonnebrand. Het is een heel mooi glazen flesje. En dan moet je het zo. Het is een beetje dikker. Nou, jullie gaan het wel zien. Als het beter wordt, mijn hoofd, dan... de zon gaat nu volgens mij ook een tijdje niet schijnen. Dus dan zal het sowieso misschien weer wegtrekken. Maar ik hoop het, want dan is het wel goed, want het is maar 9 euro. Sommige waren echt 40 of zo. Dus we gaan het zien. Oh, hij heeft echt hele lekkere vis gehad. We hebben kibbeling en haring en tonijn. Kijk, hoe lekker. Wow. Dit is zo lekker. Heerlijk, lekker vis gehaald. Even boodschapjes gehaald voor vanavond. En nu gewoon in het park in de zon chillen. Echt genieten. Ik heb alleen nu mijn gezicht niet ingesmeerd. Dus dat is wel een beetje dom. Maar ik ga niet lang. Het is al best wel laat. Dus de zon is niet heel sterk meer. Helemaal blij met mijn broek. Ik heb namelijk echt al heel lang geen goede spijkerbroek gehad. Een tip hoor, jongens. We hadden dus een watermeloen gekocht die echt... niet normaal vies was. Dus dan besloten we hem in de blender te doen. Met dit ijs. En een klein beetje. Maar dat hoeft er niet eigenlijk achteraf. Maar een klein beetje van dit sap. En nu maken we een smoothie. Een soort van zomerse zoet smoothie. En het wordt heel lekker. Wow. Cheers. Dat was echt zo'n lekkere juice. Die watermeloen is echt een tip. Heel lekker. En nu ga ik een soort van speciale aardbeien maken. Zin in. Lekker dagje. Dit zijn onze aardbeien geworden. Het was heel moeilijk. Vooral de witte chocola lukte echt niet. Die werd niet dun genoeg. En de bruine lukte wel, maar dan er iets opgooien was echt lastig. Ze zien er wel echt creatief uit en ik denk dat ze super lekker zijn sowieso. Mm. Heel lekker. Heel zoet. We hadden wat melk bij die witte gedaan in de hoop dat het dunner werd. Maar daardoor is het nu niet hard geworden. Maar die bruine zijn wel goed. Mm. Volgende keer ga ik het weer proberen en dan probeer ik het goed te doen. Maar heeft iemand een tip hoe je die witte chocola wel goed eromheen kan krijgen? Dat het niet zo dik is. We kijken Pluisje durft te vliegen en het is best wel echt een goede leuke film. Wel een beetje zielig soms. Goedemorgen. Haast deze pannenkoeken aan het maken. Die had ik bij de Jumbo gekocht. Vet leuk. Dit zijn de pancakes. Kijk, ze zijn lekker fluffy. Nice. We hebben dus dat hak taartfruit en dat warm gemaakt. En dan ga je dat er nu dus op doen. En er zit confetti in. Even die mislukte buisbal testen. Ja hoor. Een stukje van de goeie. Nou, leuk. Wat een succes. Oké. Ziet er wel cool uit. Maar niet echt gelukt is. Oké, heel leuk. Ik ben weer eens bij de Amazing Oriental geweest. En ik heb voornamelijk drankjes gekocht. En ik dacht, hoe leuk is het als ik nu gewoon vanaf vandaag of binnenkort of over een paar dagen... iedere dag een drankje ga testen. Het zijn bijna alleen maar drankjes. Ik heb ook nog dit, Dried Young Coconut. En ik heb nog Herbal, Chinese Herbal Jelly, waar ik nieuwsgierig naar was. En dan heb ik nog... 2 pakken met dumplings. Die wil ik ook gaan proberen en met jullie delen. Maar de rest zijn drankjes. En ik heb gewoon nooit meer echt tijd om dit soort video's op te nemen. Maar ik dacht, hoe leuk is het om weer een keer een vlog te doen. Ik heb deze. Apple milk. Nou, ik weet echt niet wat ik me daarvan moet voorstellen. Dus ik heb ook maar de banana milk. Want hier was ik echt te nieuwsgierig naar. En heel veel dingen hebben ze echt al jaren daar. En die ken ik allemaal. Maar ik zag ook dingen die ik niet kende. Dit is Thai lime. Dan denk ik, is dit gewoon limoenwater of is het iets anders? Deze hebben ze al heel lang. Maar volgens mij heb ik deze nog nooit geproefd. Met van die soort kikkervisachtige dingetjes erin. Die wilde ik ook wel echt leuk om te proberen. Oh ja, dit is sweet chili sauce. Maar dan een gele met ananas. Dus die heb ik ook. Guayabana. Een drankie. Is dit nou jackfruit? Guana. Nee, dat is guanabana. Oké. Okay. Het koud is het nog van de auto. En dit is carbonated soft drink coconut flavor.
En het zag er gewoon heel erg spannend uit. Dus dat vond ik echt te leuk. Dus dat ga ik even lekker deze week testen. Ik heb trouwens geen make-up op mijn huid. Dus ik heb alleen een laagje mascara aan mijn wenkbrauw gedaan. Maar ik vind het nog best oké. Ik dacht, ik gun mijn huid even wat rust. Ja, het is een beetje rood nu. Ik ga even beginnen met degene die me het minst spannend lijkt. Want ik ken mezelf. Als ik nu met alles spannende begin, dan ga ik aan het eind die andere niet meer doen ofzo. Dus ik begin even met eentje waarvan ik denk dat hij niet zo boeiend is. En dat is deze. De Mecco Thai Lime. Mecco Fruity in Thai Lime Flavor. Waterglucose siroop, peach juice, tea, apple juice, lime juice. Het is best wel veel trouwens. Grappig dat het zit wel echt in een leuke verpakking. Wat denken jullie dat het is? Ik ben echt zo benieuwd wat jullie dan denken. Hier zit een gaatje. Het is cute. Niet echt milieuvriendelijk. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat er papieren rietjes zijn. En geen deksels of papieren deksels. Dat is wel goed, maar dit niet. Voilà. Ik neem aan dat dit niet milky is of zo, maar gewoon. Ik zal het eerst even zo proeven en daarna zal ik het even in een beker schenken, dat jullie het kunnen zien. Zo, dit is lekker joh. Dit smaakt echt naar iets wat heel lekker is in een cocktail. Het is best wel zoet, maar ook weer best wel mild. Niet frisdrankzoet. Maar je proeft wel gewoon echt suiker. Dat vind ik lekkerder dan van die neppen. Glucose siroop, suiker. Ja, je proeft dat het echt suiker is. Met heel licht limoen. Het is niet zuur. Het is heel fris. Het is een beetje mojito-achtig. Het is serieus super lekker. Ik ben wel benieuwd hoe slecht dit dan is. Want het is echt heerlijk. Ja, per 100 ml zitten er 63 calorieën in. Dus dat is best wel veel voor zo'n... Nou ja, waterig drankje. Ik was trouwens dit weekend video's aan het kijken van mezelf. Dat ik met andere mensen weer proefvideo's deed en zo. Toen dacht ik, oh, dat was eigenlijk leuk. Dus dat is eigenlijk waarom ik nu zin had om dit weer een keer te doen. Welke kleur denken jullie dat het is? Ik denk geel-groen, maar... Dit is toch te leuk? Oh, een beetje iced tea. Oh, het heeft trouwens ook best iets weg van iced tea, moet ik zeggen. Ik weet niet waarom ik hem zo vol heb gegronken. Wow, ineens weet ik waar dit precies, bijna precies naar smaakt. Lipton Iced Tea. Lipton Iced Tea. Oh, er zat natuurlijk ook tea in. Along tea. Lipton Iced Tea limoen bedoel ik dan. Of citroen. Het is een beetje iced tea-achtig. Dat is het. En het grappig, doordat dit groen is, was het in mijn gedachten echt een soort mojito drankje. En nu zie ik de kleur en denk ik, oh ja, het is een soort iced tea. Hij is heel lekker. Hij heet dus Mecco Thai Lime. En je ziet hier ook van die schattige figuurtjes, plaatjes met wat er dan in zit. Leuk. Deze is zeker goed gekeurd. Ik heb echt nu super veel zin om alle andere drankjes te proeven. Maar dat ga ik niet doen. Want ik vind het heel leuk om elke dag iets te testen. Laat even weten of je het ook leuk vindt. Ik kwam ineens in mijn hoofd op. Vond wel leuk. Ik heb trouwens nog iets gekocht wat 1% gratis is. Waar ik vet benieuwd naar ben. Want echt... Bolly, gaat alles goed? Ja, jij. Super vassig. Boei, je gaat ook echt stoppen als ik dit doe. Je bent echt te verdacht. Hallo. Dit. Kijk, nu gaat hij het niet doen. Omdat ik naar hem kijk, gaat hij daar schattig zitten wassen. En als ik me omdraai. Dit is dus heel vassig. Maar ik wilde dit echt testen. Het was 1% gratis. En nu gaat Bolly weer door. En hier had ik ook vet veel zin in. Die met rood fruit had ik laatst gekocht. En nu dacht ik, oh ja, deze. Lekker. En ik heb deze. 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 Hoe irritant als ik nu bij alles deze zeg. Deze. Deze. 1+1. Ik wou weer een keer testen of ik hier tegen kan. Want ik kan niet goed tegen te veel kikkererwten, bonen, dat soort dingen. Maar misschien wel tegen een beetje hummus op brood. Deze. 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 Heel benieuwd. Go cheese. Deze. Deze. Brutal ben jij, hè? Ja. Ja. Deze. Wow, volgens mij had ik zin in kaas. 2 cucumbers. Avocados. En deze. En dit ga ik nu eten. Dit heb ik dus bij de toko gekocht. Oh, dit is zo lekker. Dit kost echt 2,50 of zo, hè? Zo'n zak. Geweldig. Ik doe het trouwens in de... Doe ik het in de microwave? Ik doe het altijd in een pan. Meerdere opties. Oké, het is al 2 uur later, al zou je het waarschijnlijk niet denken. Maar ik wil te graag dit ook even proeven. Dit is geen drankje, dus het mag wel. Het is dus dried young coconut. Finest quality coconut in the world. Gluten free. Soft and tender. Oh, het is soft. High in fiber. Harvested early. En kostte dit 34? Wow, dit is vet duur.
heb er helemaal niet naar gekeken. Ik vind dat echt heel duur. Wat zit erin? 80% kokos. Ik dacht al dat het gewoon zo ingemaakt met suiker was. Maar maakt niet uit. Suiker, preservative sodium, met happy. Ik dacht dat het net als gewoon van dat fruit, weet je wel. Dat met gedroogde mango's zo genaamd. Maar dan is het eigenlijk gewoon een suikerbom. Maar nu met die kokos en jonge kokos was ik heel benieuwd. Het is dus jonge. En dat is echt wel anders. Oké, het zit heel erg aan elkaar vastgekleefd. Heel weinig smaak. Maar dit is natuurlijk, daarom is het ook zacht. Dit is die pulp uit een jonge kokosnoot, als je het kent. Die flakes die nooit zo lekker zijn om te eten, vind ik. Die zijn ook niet echt zoet. Vandaar 20% suiker. Dit is wel heel lekker. Maar heel subtiel. Echt een beetje kokosijs, maar niet zo sterk. Het komt uit de Filipijnen. Ik weet niet of ik het nog een keer zou kopen. Ik vind het niet super lekker. Niet geweldig, maar heel anders dan van die... Ik weet niet, bij de Primark, als je het weet, bijvoorbeeld heb je van die kokosflakes, van die gedroogde. Dat is echt wel heel anders. Het is niet die sterke kokosmaak, maar de jonge kokos.